Deze beschouwing die is een gevolg van een aantal video's die ik heb gezien. En de laatste video dat was van een Amerikaan en die praten betaald door het Richard Dawkins Instituut voor een zaal met enorm veel mensen. En dat zo'n man in zo'n netjes pak met zo'n gedistingueerd baardje. En een beamer. Nou, dat zegt het op zich niks. Maar... En die man heeft een... Oh, die heet Andy Thompson. En... Dat is van de serie Amerikaanse Atheisten. en dan nummer 9. American Atheist, nummer 09. Dus kennelijk gaan ze de 100 maken. Anders begin je niet met 01, 02, 03. Hij heet Andy Thompson en. Het staat op het kanaal van de Richard Dawkins Foundation for Research and Science. En daar kan je lid van worden natuurlijk. <laughs> en dan heb je 327.000 mede-abonnees. Nou, daar heb je bij mijn kanaal geen last van. <laughs> Als je lid wordt van mijn kanaal, wat, wat ik. Ik zag vandaag dat er weer eentje lid was geworden. Ja, hey, it's a growing movement, hey. Uh, are you talking to me? Ik heb er nou 86, 86 officieel geregistreerde abonnees. Dus uh, ik ben ook fijn op weg, hoor naar de 327.000. Nee. En die andere, dat was van een kanaal. Dat is een Nederlandse man. Die komt denk ik ergens... Die woont denk ik in de Achterhoek. Hoe ik daar naar bij kom, weet ik niet, maar... En die heet uh, de Eerlijke Atheist. En... Even kijken wat nog even... Ik vind het toch wel een aardige man, lijkt het me, hoor. Dat is ook een atheïst. hè. En ik ga dus uh, nu... Uh, 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 ik ga het even politie zo politiek incorrect mogelijk... Over de atheïsten te hebben. En die man die heet, zijn kanaal heet Francis Francis. Net als die paus tegenwoordig. Op zijn Engels heet hij Francis. Uh, en zijn achternaam is Capella, net als uh, Capella aan de IJssel. Die heeft 39 abonnees. Dus ik licht nog voor, ik licht nog voor <laughs> op hem. En. Ja, hij, hij doet het niet slecht. Het, hij heeft ook al heel wat filmpjes, daar kijk ik dan naar. Dat, dat vind ik dan belangrijk, hè? dat je niet één filmpje hebt, maar dat je er een aantal hebt. En hij werkt dan aan uh, helemaal in beeld met Simon Bakkers. Ja, dat, dat heb ik vroeger ook wel een aantal keren gedaan en daar ben ik mee opgehouden. Ik, ik ben er zelf mee opgehouden. Als je dat mocht willen weten waarom ik er mee opgehouden ben. Dat is omdat ik het niets vond toevoegen. aan uh, het geel. Ik doe wel eens een screencast. Hè? En dan heb ik ook daadwerkelijk iets te laten zien. Een filmpje of uh, iets. Met, uh, die hele goede nieuwsuitzending, nieuwsuitzending 666 bijvoorbeeld. Dat is er één. En die heb ik uitgevoerd als screencast. Dus dan kan je kijken naar mijn beeldscherm. En dat is heel terecht. Daarin leg ik het ook goed uit. En ook eentje over het getal of het cijfer of het aantal zeven. Ook dat is een screencast. En dat is uitzending. Dat weet ik dan even niet. Dat is ook wel een leuke. Anyway, ik doe dat dus op deze manier. Gewoon een fotootje. En ik loop zo goed als elke dag met een camera over straat. En als ik weer een mooie lucht zie, dan schiet ik daar een foto van. Nou, terug naar het atheïsme. En dan begin ik me even bij deze man, die dus een een site heeft. Onder zijn eigen naam mag ik aannemen. Dat hij heet denk ik ook in het echt Francis Capelle. Of Francis Capelle. En dat vind ik ook alweer heel erg te waarderen. Mijn kanaal is ook gewoon periwinkel En waarom? Nou, zo heet ik. Hè? Al die mensen met fantasienamen en zo. Ja, dat mag wel. Ik wil ze niet afzeiken. Maar voor mij hoeft dat niet. Hè? En hij zegt dan: Er is geen bewijs van het bestaan van God. Ja, dat. Toch maar even bij stilstaan. Want. Uh, het, het is maar even wat je als bewijs wil zien. Ik zou zeggen. De objectieve werkelijkheid. is het bewijs. dat. God is. En dus het, het bewijs. dat. dat is. Uh, wereldomvattend, dat is overal. De wereld is het bewijs. dat er een God is. Dat is wat ik zeg. En uh, Francis die zegt er is geen bewijs. En snap je dan? Francis die is dus op zoek naar een, een bewijs in het klein. Denk ik dan? Hè? Want ik zie dus het bewijs door te kijken naar het grote geheel. en denk ja, daar is het bewijs. Het is voor mij Uber, uh, zoals de Fransen zeggen. En hij, voor hem dus niet, en hij wil het dan in een laboratorium bewezen zien. En dan zal ik zeggen: ja, dat gaat niet. Dat kan niet. Je, je kan niet in een laboratorium uh, zoiets complex als het hele universum gaan nabootsen. We hebben daar een probleem. Ik en Francis, dus. in onze discussie. Kijk, voor mij is het zo dat. God, dat is de oorzaak. van. het universum, en dus de wereld, en het leven. Dus. Wat is de definitie van God voor mij? Nou, dat is precies dat. Het God is de oorzaak. God is dat wat Arthur Schopenhauer noemt de wil. En voorafgaand aan Arthur Schopenhauer had je Immanuel Kant en die had het over het ding op zichzelf. En de begrippen het ding op zichzelf en het begrip de wil, dat zijn technische begrippen. Dus voordat je ermee aan de slag gaat en erover gaat nadenken, zou ik je willen adviseren om eerst goed te lezen in de oorspronkelijke tekst, het liefst in het Duits. Het is allebei geschreven in het Duits. Met wat die heren nu precies bedoelen met die woorden. Want de definitie van die woorden komt heel erg precies. Ik kan je in elk geval vertellen dat de wet van oorzaak en gevolg. voor beide heren uh, staat als een huis. En die wet van oorzaak en gevolg die zou voor jou ook moeten staan als een huis, Het zou voor ieder mens moeten staan als een huis. Ik toeval, um, de, de definitie van toeval is dat de kans dat iets gebeurt, dat die best groot is, en dan noem je het toevallig. Of het is eigenlijk zo dat het, je zou moeten zeggen, de kans, best, ja, de kans is best groot. Niet heel erg groot, niet 100%. procent. Maar de kans is best groot. Dus zoals het ons geleerd is bij de landbouwhogeschool. Eh, dan heb jij een nieuw mm, ras uh, veredeld in, in de zaadveredeling. Een stijl. Nou, en de bedoeling is dat dan natuurlijk, zo, het, zo gaat dat nu een keer bij de hebberige landbouwer... is dat de opbrengst van dat nieuwe ras, dat die hoger moet zijn dan van enig bestaand ras. Want je hebt het veredeld en veredeling houdt in meer opbrengst. Daar ga ik nou verder niet of dieper op in of zo, maar dat is nu een keer hoe ze het meten. Hè? Nou, en dan heb je de grote proefneming en dan doe je een aantal velden... Die doe je inzaaien met dat nieuwe ras, en dan ga je kijken naar de opbrengst. Nou moet dat dan volgens de regelen des kunst? Moet je dan uitgaan van zeg 100 proefvelden? Hè? En die deel je dan uh, en, en die verdeel je dan. En in de helft van die proefvelden doe je de originele onveredelde vorm van wat je maar had, het, het maïs of zo. Hè? En dan in die andere helft, daar doe je de jouw nieuwe ras. En dan is het ook nog zo dat je niet zo mag doen dat je, alle, dat je alle velden aan de linkerkant, daar doe je de oude soort in. En alle velden aan de rechterkant, daar doe je de nieuwe soort in. Dat mag ook niet. Nee, het moet niks om elkaar heen liggen. Het moet echt een lappendeken zijn van het ene veldje. Het, het beste hebben ze dan eigenlijk nog dat je met een dobbelsteen gaat gooien. En in iedere keer dan sta je voor een proefveldje. En dan denk je: nou, moet hier de nieuwe in? Of moet hier die oude in? Dan pak je er een dobbelsteen. Als het oneven is, dan gaat die oude gaat erin. En als het even is, dan gaat die nieuwe erin. Dat hebben ze dan nog het liefste. Helemaal bij toeval laten bepalen. En niet dat jij stiekem als onderzoeker. Hè, Jij hebt je nieuwe zaten en dat je dan denkt: ja, dan heb ik honderd veldjes. En dan, dan, dan kies je zo per proefveldje uit: zeg, ja, hier gaat die nieuwe in. En ja, hier gaat ook die nieuwe in. Want dan kan jij dus dat jij, zelfs al is het onbewust hoor, dat je dus de proefveldjes uitkiest die net het beste zijn. Ja, en dan heb jij straks aan het einde van de rit: heeft jouw nieuwe ras heeft de meeste opbrengst. Ja, dat is omdat jij die proefveldjes zo hebt uitgekozen. Huh? Je hebt de beste proefveldjes gekozen voor je nieuwe ras. Ben je nog goed bij me? Dit is, dit is wetenschap namelijk. Hè? Iets waar atheïsten altijd de mond vol van hebben. Maar waarvan ik dus merk dat ze er eigenlijk niet zoveel kaas van gegeten hebben. Hè? Nou, wat is nou. Dan nou komen we naartoe, naartoe naar het begrip toeval. Stel, je hebt het allemaal netjes volgens de regelen des kunst gedaan. En je hebt die proefveldjes ook helemaal gelijkwaardig behandeld. En dan blijkt aan het einde van de rit dat uh, van de. Nou, even kijken we goed een voorbeeld hebben. Dat is vastgesteld dat uh, uh, vijf proefvelden met het nieuwe ras. die hadden. meer opbrengst dan. Uh, andere velden. Dus uh, vijf van. hoe moet ik dat nou goed zeggen? Je gaat kijken naar welke het meeste opbrengt of zo. Hè? Nou, er zit natuurlijk ook een, een proefveld bij met het oude ras dat best een hoge opbrengst had. Dat had dan kennelijk te maken met het proefveld zelf. En het nieuwe ras heeft dan ook een veldje en dat bracht dan ineens gek veel op. Maar ja, dat kan dan misschien ook door het veldje of door andere toevallige omstandigheden. En dan is, noem het maar, de velden met jouw ras, die zijn dan iets beter. Nou, en dan komt de wiskundige analyse en dan wordt er berekend wat de kans is dat dat bij toeval is gekomen. Want dat kan altijd bij toeval. Als je twee dobbelstenen hebt en met de ene dobbelsteen gooi je tien keer en met die andere dobbelsteen gooi je ook tien keer. En dan die ene dobbelsteen die heeft een gemiddelde van 3,6 en die andere heeft een gemiddelde van 3,5... Ja, dat wil niet zeggen dat die dobbelsteen van 3,6 dat, uh, dat daarmee iets is. Huh? Toch? Het is gemiddeld 3,6. Nee, het is gemiddeld een 4 hoor je, toch, hè? Huh? Met een dobbelsteen. Nee, je gemiddeld gooi je een 3,5, ja, natuurlijk. Dus als je maar vaak genoeg gooit, als je 10 keer gooit met een dobbelsteen, dan heb je totaal aantal punten dus 35. Gemiddeld, ja. Huh? Ja, nou, die ene dobbelsteen heeft dan 36 punten en die andere dobbelsteen heeft 35 punten. Dat wil niet zeggen dat die dobbelsteen met 36 punten, dat die dobbelsteen niet goed is. Want dat kan toeval zijn, zo heet dat. Dat noem je toeval. Het lijkt opmerkelijk, maar het is het niet. En dan kom je dan achter door de kansen uit te rekenen dat dat zo uitpakt. En als die kans... Nou, in de regel geldt als die kans... Uh... 1% of minder is, meestal is dat dan zo, 1% of minder, dan wordt er niet langer gesproken van toeval. Dan wordt er gezegd: hier zit een oorzaak achter. En in het geval van zo'n nieuw ras, dus als de opbrengst, dat er zoveel veldjes zijn die, met het nieuwe ras, die veel meer opbrengen dan veldjes met het oude ras. En de kans dat dat bij toeval zo zou zijn, die is 1%. Dan mag jij zeggen, van mijn nieuwe zaadras, plantenras. dat is beter. Want het is niet toevallig. En als enkele veldjes beter zijn, dan heb je geen potem op te staan. Want dan blijkt dat de statistische analyse, dat de kans dat dat per toeval ontstaat, dat die 10% is of 20%. En dan is er geen, geen reden om aan te nemen dat het ligt aan jouw ras. Dat, dat is. De, ja, zo, zo wordt het spel gespeeld met de statistiek. Het moet echt heel bijzonder zijn. Uh, Zo'n experiment, de uitslag van het experiment, moet heel bijzonder zijn. En dan wordt aangenomen dat er iets daadwerkelijks aan de hand is. En anders niet. Anders is het toeval. Nou, en dan mag jij mij gaan vertellen. Wat de kans is dat zoiets als het universum. dat dat bij toeval is ontstaan. Wat is de kans daarop? Ik laat me even stilte vallen en dan mag je even over gaan nadenken. Pak maar een stukje papier. En ga maar kijken wat de kans is dat dat bij toeval ontstaat. En jij zal dan zeggen: Nou, Peri, die kans die kan ik niet berekenen. Nee, zeg ik dan, maar daar kan je wel een gooi naar doen. Je kan bijvoorbeeld een heel klein stukje van het universum, bijvoorbeeld het menselijk DNA. En dan doe je van het menselijk DNA doe je ook maar een klein stukje, bijvoorbeeld 1% van het menselijk DNA. En dan ga je in een laboratorium kijken wat de kans is dat dat hele kleine stukje van het universum, namelijk dat hele kleine stukje menselijk DNA, hoe groot de kans is dat dat bij toeval ontstaat. En dan zal jij zeggen: Ja, maar Peri, die, die kans die is kleiner dan nul. Ja, precies. Dat betekent dus dat het ontstaan van zelfs een heel klein beetje DNA. Dat is niet toevallig. Dat is dus bijzonder, en dat is dus veroorzaakt. Klaar. En mensen die dan blijven volhouden dat het ganse universum met al zijn aspecten, en al zijn eigenschappen, al zijn attributen. Dat het allemaal bij toeval is ontstaan. Ja. Ja. Ik, ik laat een pauze vallen, want het enige woord wat me te binnen schiet, dat is het woord geestesziek. Of uh, achterlijk. Zo ik weet niet hoe je het anders moet noemen. Ik kan me niet voorstellen dat je kan denken dat zoiets als het universum, met alles wat erin zit, dat dat bij toeval is ontstaan. Dan ben je me erg kwijt. Kijk, ik zag laatst een leuk filmpje, ik heb het ook aan mijn dochter laten zien. En het ging over sorteeralgoritmes. En dat is een hele kunst in de computerwetenschap. Dus je hebt een rij met getallen. Of uh, woorden, kan ook. Hè. En die wil je op rij hebben. Dus uh, het kleinste getal aan het begin, hoogste getal aan het einde. Of het, uh, op alfabet. Alle woorden met een A aan het begin hè, en alle woorden met een Z aan het einde. Stel, je wil dat. Nou, hoe pak je dat aan? En er zijn verschillende methodieken voor. Dat zal je nog verbazen. Er zijn er echt heel erg veel. En in dat filmpje werd. Uh, en dan hadden ze dat inzichtelijk gemaakt. Met een muziekje erbij ook, of een geluidje erbij. Van <middels> die computerbliepjes. En dan zag je de verschillende methodes. En ik ken ze zo'n beetje. Niet echt uit mijn hoofd, maar ik weet ongeveer waar het om gaat. En dit is sort by insertion. En bubble sort. En and... je hebt ook nog quick sort. En heb je heapsort. Je hebt. Merch, soort. En zelf heb ik er ook een geschreven, trouwens. Heel lang geleden. En ik zou niet weten of die in het echt ook bestaat. Maar het zou kunnen worden. Dat het geniale idee wat ik had, dat iemand anders dat ook had. En dan, dan ga je dus sorteren. Dan heb je een ongeordende, chaotische verzameling van elementen. Dan laat je dat sorteeralgoritme erop los en dan. Uh, even later is die gesorteerd. Dat gaat dus in tegen de tweede hoofdwet van de thermodynamica, namelijk je hebt een chaotische verzameling en daaruit volgt een geordende verzameling, terwijl de tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt dat een geordende verzameling altijd vervalt tot chaos. Nou, dit is de tweede hoofd van de thermodynamica. Look it up. Ik ga nu niet een college thermodynamica geven, want dat heb ik niet voorbereid. Maar ik heb het boekje hier in huis van Tsernikke, dus ik zou het een keer kunnen doen. Als je dat graag wil, doe een reactie en dan ga ik het voorbereiden. Zal ik het uitleggen waarom dat is? Het komt er in het kort op neer. Het, uh, laten we even een praktijkvoorbeeld nemen. Uh, jij hebt een kop koffie, daarin doe je een scheutje melk. Dan zie je in eerste instantie een patroon in je koffie. Een orde. Moet je dat noemen? En als je dan met je lepeltje gaat roeren, dan gaat die melk zich helemaal verdelen door die koffie heen. En dan is dat patroon weg. Dan is die ordening weg. En de tweede hoofdwet van de thermodynamica, die zegt dat hoe lang je ook wacht, dat patroon wat er eerst in zat... toen je die melk net in die koffie goot... dat patroon komt nooit meer terug. Of anders gezegd... Um, je doet achter in de kofferbak van je auto... heb je van die scrabble blokjes... En daarin leg je dan uh, een van de mooiste zinnen uit de Nederlandse literatuur, namelijk, uh, behalve de man die de Safatisstraat de mooiste straat ter wereld vond, heb ik geen wonderlijke kerel gekend dan Den Uitvreter. Nou, dat leg je, al die scrabbleblokjes leg je dus in de kofferbak van je auto, ja? Nou, en dan doe je de kofferdeksel doe je dicht. En dan ga je met je auto ga je rijden. Bijvoorbeeld naar de Safatistra toe. Die dan door die ene man. Uh, die merkwaardiger was dan een uitvreter. De mooiste straat ter wereld werd gevonden. En dan rij je naar de Savatistraat. En uh, nou, dan krijg je onderweg, dan moet je ook nog plotseling remmen. En dan moet je ook nog. Uh, oh, hier moeten we naar rechts. Oh, boing, boing, boing. Oh, nou, kortom, met heel veel horten en stoten, beland jij op de Savatistraat. Nou, dan ga je op de straat kijken dan denk je, nou, nou dat mag geen mooie straat zeggen, nou dan ga je maar naar Park. En dan moet je parkeren en dan moet je met je auto, moet je hem half op de stoep en dan komt er iemand kloppen en die zegt, nou dat mag je helemaal niet parkeren. dan moet je weer een bonk van die stoep af en dan moet je naar het parkeergarage en daar rijdt er iemand met zijn lompe auto en dat was nog een buitenlander ook, maar die kon er niks aan doen, want dat was een Amerikaan. En, en nou, zo de mythe was, de politie er ook nog bij en zo. En dan kom je uiteindelijk kom je weer thuis en dan doe jij de kofferbak open. Ja. En dan ligt er niet per ongeluk, in het begin was het woord en het woord was bij God. Nee, dan liggen die letters gewoon door elkaar. En niet een andere zin, snap je? Zo is dat. Dat is de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Alles vervalt tot chaos. Als je maar lang genoeg wacht. Dus ook mensen die dus, uh, koffiemelk in de koffie doen en dan gaan roeren. Ja, die zijn eigenlijk overdreven bezig. Want uh, als ze maar lang genoeg wachten. dan gaat die koffiemelk vanzelf door de hele koffie heen. Behalve natuurlijk dat die koffiemelk wat. Ah, soortelijk gewicht is misschien wat. Ja, dit is wat hoger, dacht ik, dan van gewone koffie. Dus als je maar lang genoeg wacht. ja, dan zakt alle koffiemelk naar onderaan. Tenzij je roert, want dan. Ja, dat, dat het nut is van roeren, maar in principe. Hè? In principe wordt het een grote chaos. En chaos betekent niets meer dan het ontbreken van vorm. Dus alles vervalt tot chaos. Tweede hoofdwet: thermodynamica. Er is één uitzondering, dat zegt dan de thermodynamica. En als er in een systeem, als dat de andere kant op gaat. Zoals wat ik je net vertelde, je hebt een chaos aan getallen. En die zijn dan nadat zo'n sorteeralgoritme, zo heet dat sorteeralgoritme, is een mooi woord, komt dat Arabisch. Zo'n die is ermee bezig geweest en dan is het geordend. En dan staan niks de kleine getallen links en de grote getallen zijn rechts. En dan is er dus van buitenaf een invloed geweest. Dat zegt de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Dus als ergens orde ontstaat. Dan ontstaat die orde uit die chaos door een ontbrekende factor. Maar chaos in zichzelf kan niet komen tot orde. Dat doet chaos niet. Tweede hoofdwet, thermodynamica. Dus. Of de atheësten die beginnen bij de Verenigde Naties een, uh, een petitie aan te bieden dat uh, de, de thermodynamica als wetenschap wordt verboden en dat mag niet langer gedoseerd worden en dat moet in de kast van de, de abominations van de katholieke kerk. Daar moeten ze ook echt de hele weg gaan. En dan scheuren we al die boeken die ook refereren aan thermodynamica. Uh, wordt allemaal verwijderd uit de wetenschappelijke bibliotheken. En alle wetenschap die gebruik maakt van de wetten van de thermodynamica. Alles eruit. Dus ook het idee dat een benzinemotor geen hogere opbrengst kan hebben dan 30%. Up, okay, we Alles moet weg. Alles wat te maken met thermodynamica. Dat slopen we weg uit de wetenschap. En wat we overhouden. Dat noemen we dan de door de atheïsten gezuiverde wetenschap. Maar dat is zo vergaande atheïsten niet. Dat zijn echt gedegenereerde mensen. Dat is echt heel zielig. En dan die man, die, die Francis Capelle, die, die, die kan er denk ik niet zo gek veel aan doen. Want die weet niet van die tweede hoofdwet van thermodynamica, denk ik dan. Want als hij er wel van zal weten, dan, dan zal hij ook niets van die gekke dingen zeggen als eh, ja hoe kan het dan dat eh, God er iets mee te maken heeft? Want eh, als je gewoon chaos hebt, dan krijg je toch orde? Zo is het toch? Het is toch ordo ab chao? Dat, dat zeggen ze toch allemaal? Nee, dat kan helemaal niet. Je krijgt geen ordo ab chaos. helemaal nergens niet. Ordo ab chao. Daarom is dat ook het credo van de vrijmetselaars. Dat komt omdat er dan een derde factor is. En die derde factor, die je dus een orde schept uit chaos. dat is de vrijmetselarij zelf. Daarom is dat hun motto. Ja, het is niet zo moeilijk. Nou, en dan kijk je dus naar het universum. Nou, het universum is een geordende verzameling. van. Uh, ja, dat noemen ze dan deeltjes. Laten we daar maar even van uitgaan. Ja. Deeltjes, die, uh, de, dat is wat de wetenschap zegt, de, de werkelijkheid, de objectieve werkelijkheid, die bestaat uit deeltjes. En waar die deeltjes uit bestaan, dat weten we niet. Maar uh, dat is dan niet erg. Er zijn deeltjes en die bestaan uit, ja, ik zou niet weten wat. Hè? Dus je hebt onbekend materiaal en daaruit bestaan deeltjes. En die deeltjes die, die kunnen we dan herkennen en die deeltjes die zijn gerangschikt. Dat is een, een heel ordelijk gebeuren. Dat heeft zich geordend. En waar is die ordening vandaan gekomen? Nou, de enige wat een ATS kan zeggen is... vanwege de tweede hoofdwet van de thermodynamica... moet er dus vroeger een nog hogere orde zijn geweest... en die is inmiddels aan het vervallen. Dus alles is aan het vervallen. En we maken nu nog even mee dat het voorlopig nog een klein beetje geordend is. He, net als die, die zo'n koffiebeker waar net de room in gegoten is. Ja, er is nog eventjes is die vorm, die ordening zichtbaar. En heel langzaamaan uh, gaat die ordening verdwijnen. Maar de atheïst kan dan niet verklaren waar in het prille begin, toen die ordening nog perfect was, waar die ordening vandaan kwam. ja dat komt omdat het denken van de atheïst dat is dan wat ik dan invul hè dat het denken van de atheïst dat is heel beperkt en vraagt zich niet af hoe het zit met zoiets als het universum en het grote gebeuren en die ordening en nog even terug naar die sorteeralgoritmes Um, ik had met mijn dochter gekeken naar die filmpjes dus. Dat komt één filmpje en dan kom je achterin volgens. komt dus Radix-soort, komt denk ik ook nog aan bod. En soort bij insertion en Quicksort en bubble En die komen allemaal, allemaal langs. En dan komt er de allerlaatste en die heet Bogo-soort. En daar zitten we naar te kijken. En wij zien al heel snel na tien seconden dat er helemaal niets gebeurt. Ja. Uh, er is een chaotische uh, bende. En die verandert wel voortdurend. Maar de ene aan chaos verandert in de andere chaos. En dat duurde maar. En dat duurde maar. En dat duurde maar. En toen dus zei mijn dochter uiteindelijk. Ja, zei ze. Volgens mij heet dit bogo-soort. Omdat bogo. Ja, dat betekent zoiets als onzin, hè? Bogus. Uh, lulkoek. Uh, lulkoek sorteren, zeg maar. Ja, is een vies woord natuurlijk. Maar. Onzin sorteren, om het netjes te houden. Dus onzins sortering. Ja, ze zei dit heet onzins sortering... ...want dit is helemaal geen sortering. Dit is alleen maar het random... ...van plaatsverwisselen van elementen. Ja, zei ik, volgens mij heb je gelijk. En nou zag ik later... ...dat is afgelopen week volgens mij nog maar... Nee, het was vorige week, want maandag heb ik het met mijn dochter. Nee, mijn dochter was woensdag hier. Ik weet niet, maandag of zo, afgelopen maandag heb ik het dan gezien. Dat iemand dat besprak. En dan ging het over de tijd die het duurt voordat een sorteeralgoritme klaar is met zijn werk. Nou, als je nou Bogo-soort neemt. Want dat bestaat dus daadwerkelijk. Dat heeft iemand daar zitten rekenen. Stel, je hebt twee getallen. Ja. En die doe je dan BOGO-soorten. Hoe huh? lang duurt het dan voordat BOGO-soort uh, het correcte heeft? Nou, twee getallen die, die zijn. Laten we vanuit gaan dat ze verkeerd omstaan. Huh? Nou, wat BOGO-soort doet, is dat die geheel op basis van toeval... begint die wat getallen van plek te verwisselen. Nou, stel, de grootste staat vooraan en de kleinste staat achteraan... En boko die beslist om ze om te draaien. Ja, dan is Boko-soort klaar in één stap. Dus heel snel. Dus, nou stel je hebt drie getallen en die staan elkaar heen en die ga je Boko-soorten. Ja, dan duurt het iets langer, want dan ja drie uh, cijfers die kunnen op acht manieren of zo uh, elkaar heen staan. En als je de vier hebt. Dan wordt het vier. Dus het gaat hierover zo. Dus 1 keer 2 keer 3 keer 4. Dus als je 4 getallen hebt, dan duurt het al 10 keer zo lang. En als je 5 getallen hebt, dan duurt het 5 keer 10. Dat is 50 keer zo lang. En als je zes getallen hebt, is het 5, 6 keer 50. Dat is 300 keer zo lang. En als je 7 getallen hebt, dan is het 7 keer 300. Dat is 2100 keer zo lang. En als je 8 getallen hebt, dan is dat 8 keer 2100. Anyway, als je 68 getallen hebt, dan is het aantal seconden uh, meer dan een 1 met uh, het was ongeveer de 20 of 30 nullen. Nee, nog meer. Nee, dan is het al meer dan een 1 met 100 nullen. Ja, dus dan. Als je iets van 68 getallen hebt, dan is de tijd voor dat bogo-soort komt met een gesorteerde lijst. Want dat kan wel. Het is een kwestie van tijd. Je moet gewoon wachten totdat het toevallig gesorteerd is, geheel toevallig, hè? En dan is de tijd dat bogo-soort eruit komt, dat is meer dan het aantal microseconden dat verstreken is volgens de astronomie sinds het ontstaan van het universum. Dus meer microseconden dan er in uh, 20 miljard jaar zitten. Met andere woorden, daar kunnen we niet op wachten. Met andere woorden, dat kan dus niet. Dus zo kan je 68 getallen niet op een rij krijgen, want dat is wel te veel. De bogo-soort werkt met drie getallen. Moet je wel even wachten, maar. Ja, dus gewoon acht keer gokken en is er eentje raak. Hè? Nou, en dan kijk je naar de sortering van het universum. Hoeveel deeltjes zijn er dan gesorteerd als je het hebt over het universum? Ja, het aantal deeltjes in het universum, dat is uh, voorzichtig geschat, dacht ik, een 1 met 50 nullen. Ja, dat is iets meer dan 68, hè? Een 1 met 50 nullen, dat kan jij niet eens uitspreken. Ja, je kan zeggen een 1 met 50 nullen. Ah. Maar een miljard, dat is een 1 met 9 nullen. En dan heb je daarboven heb je een biljoen, dacht ik. Hè? Een 1 met 12 nullen. En dan krijg je een uh, pico of zo. Dat is een 1 met 15 nullen. En dan heb je nog een peta. Dat is een 1 met 18 nullen, dacht ik maar. Ja, dan, dan uh, houden de naampjes op, hè. En dan 1 een een met 50 nullen, dat heeft geen naam. Een 1 met 100 nullen wel. Dat heeft wel een naam. Dat heette uh, Gogol. Op zijn Engels Google. G-O-Dubbel. Ja, precies zoals die, die zoekmachine heet. Dat is een 1 met 100 nullen. Nou, voordat je dus zoveel deeltjes geordend hebt. Daar is een hoeveelheid tijd voor nodig en dat kan jij je helemaal niet voorstellen. Met andere woorden, het universum is heel bijzonder. En dan heb je het alleen maar over de rangschikking van de materiële deeltjes. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat ik het nu bespreek. He, dus niet alleen is het universum een hele bijzondere ordening van deeltjes, het is ook nog zo dat die geordende deeltjes, dat die dan eh, vertellen dat het universum een hele bijzondere geordende verzameling van deeltjes is. Namelijk de verzameling van deeltjes die zegt dat het universum een bijzondere verzameling van deeltjes is. De verzameling van deeltjes die dat zegt op dit moment, die heet Periwinkel. Burgerservicenummer 059-668-301. Geboren te Amstelveen. En dat mijn burgerservice-nummer rijmt op Amstelveen, dat is toevallig. Ik had ook uh, geboren kunnen worden bij 059-668-309. En dan in Nijmegen. Nou, dat rijmt ook. Hè? Dus dat... Dat mijn burgerservice nummer 301 rijmt op Amstelveen, dat is toevallig. Dat is niks bijzonders aan. Dat is toevallig zo. Maar dat ik jou vertel. dat de deeltjes van het universum. niet toevallig zo gerangschikt kunnen zijn. dat ik tegen jou kan vertellen dat ze bijzonder gerangschikt zijn. dat is niet toevallig. Dat is bijzonder. En dat kan een atheist niet bevatten. Een atheist denkt dat. Um, ja, een, ja, die kan dus niet rekenen. Dat, dat is het punt. Ze, ze hebben dat, dat primaire rekenvermogen ontbreekt. Ze. Een atheist, als je die dus het, het BOGO-soort algoritme geeft, dan eten ze daar een boterham met kaas bij. En zeggen ze zo, oh, dat is een leuke manier van sorteren. Ja, nee, zo moet je het doen. Je doet gewoon een gokje en dan. Uh, ja hoor. En als je dan aan zo'n zo ATS vraagt, van ja, schrijf dan eens een Bogo-soort-algoritme en, uh, en ga, ga het eens uitproberen. dan gaat ze iemand zeggen: ja, nee, ik heb geen tijd. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Hoor. Ik, ik weet nu al dat Bogo-soort, ja, dat is een hele goede. Je soort bij insertion, en dat is allemaal. Uh, ja, angst voor de tweede wet van de thermodynamica, daar moet je helemaal niet bang voor zijn, want die tweede hoofdwet van de thermodynamica is dat, eh, dat chaos alleen maar leidt tot nog meer chaos, dat, dat er nooit orde uitkomt. Ja, dat is onzin, dat weet iedereen toch tegenwoordig. Eh, we stammen van de apen af, en dat is zo. En eh, de tweede hoofdwet van de thermodynamica, dat is de grootst mogelijke lulkoek die er is. Ah, daar staat hij eerst. Het ah, dat is, dat is heel... Het ah, is... Uh... Dat is gedegenereerd, dat is het. Kijk, in het einde van de 18e eeuw met een mens als Immanuel Kant die helemaal niet uitging van de Bijbel, die uitging van de logica. Dat was een professor in de, de metafysica en logica. Die twee vakken doseerde hij aan de Universiteit van Koningsbergen. En hij leidt het af. Hij komt het met het prachtige begrip uh, ding aan zichzelf. Waarmee hij ruimte creëert voor het geloven. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Van, uh, ik, ik moest het wel doen. Ik moest ruimte maken voor het geloven. Dat was mijn taak en dat heb ik gedaan ook. Een storm van protesten over heeft hij over zich heen gekregen. Voordat Kant zijn lichaam ermee ophield, waren er 500 boeken gepubliceerd met kritieken op uh, meneer Kant. En dan meneer Kant zijn hoofd werken, waarin hij ruimte maakt voor het geloven. Nou, er werd hem niet in dank afgenomen. En daarna kant kwam Artie Schopenhauer, eh, die deed er nog een schepje bovenop. En na Artie Schopenhauer kwam Friedrich Nietzsche, die deed er nog een schepje bovenop. En wij? Ja, ik laat een pauze vallen. Wij zijn gedegenereerd. En in die zin kan je het ook heel goed verklaren waarom een toenemend aantal mensen denkt dat we afstammen van apen. Omdat wij onze menselijkheid aan het verliezen zijn. Wij degenereren. Ik hoorde laatst een vrouw zeggen, die was verantwoordelijk voor een kind. Gelukkig is dat, ja, heeft ze die verantwoordelijkheid niet meer. Die, of die zeggenschap heeft ze niet meer. Dat is maar goed ook. Zij was ervan overtuigd dat kinderen van één jaar dat die volwassen waren en die kon je aanspreken op hun gedrag, zoals je dat ook bij een volwassene doet. Kijk, dat is, dat is gedegenereerd gedrag. En dat zien we in onze maatschappij. Dat, uh, het is gewoon degeneratie, meer niet. En dan dingen als logica, dat, ja, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, dat verdwijnt dan. Rekenvermogen. Hè? En we kunnen niet meer rekenen. Wij denken dat uh, alles is uh, toevallig. Ah, nee, ja, je denkt dat het heel bijzonder is, maar het is niet zo. Het is gewoon toevallig. Ja, omdat wij niet meer kunnen rekenen. We hebben die kunst verloren en... We kletsen maar wat. Kijk, waar een hekel punt zit... en daar, daar geef ik de, de atheïsten een, een gelijk. Hè? En dat is... Dat, de, dat is dan de vraag... Hè? is de oorzaak van het universum... Geïnteresseerd in hoe het gaat met ons. De mens. Dus daar zit het grote punt. Kijk, dat er een oorzaak is voor het universum. die buiten het domein valt. dat is een mooi woord daarvoor. Het domein. van de wetenschap. De wetenschap heeft de wereld als domein, het universum, alles wat er is, hè, en op een bepaalde manier, namelijk volgens de manier van de methode. De wetenschap heeft een methode ontwikkeld. De methode die te maken heeft met dat alles moet heel goed voorbereid zijn en goed benoemd zijn. Je moet experimenten kunnen doen waar mogelijk. Dat hoeft niet. Je hebt ook theoretische natuurkunde. Dat is puur theorie. Maar voor die theoretische natuurkunde geldt wel dat je heel nauwgezet je begrippen moet postuleren. Dat je je axioma's duidelijk moet maken. En je moet heel netjes stap voor stap voor stap aantonen waar je naartoe gaat. Neem bijvoorbeeld de algemene relativiteitstheorie. Uh, dat. Uh, waarbij ze dan komen tot de conclusie. Uh, e is mc. Huh? En dan zeg je: oh, Ze komen. Nou, dat was toch Albert Einstein? Nee, Albert Einstein was de leidinggevende op dat moment. Albert Einstein was niet zo'n briljant mens. Uh, die had ook maar een 7 voor natuurkunde. daar in Duitsland, waar hij opgroeide. Dus het idee van de algemene relativiteitstheorie. dat. Dat was, in de 19e eeuw werd er al over gespeculeerd dat dat mogelijk zou zijn om dat wiskundig rond te krijgen. En dat is dan in de loop van de 20e eeuw, onder leiding van Albert Einstein is dat gefinaliseerd. En daarbij is ergens opgetekend door een van de medewerkers, wiskundigen, dat Albert Einstein een hele vervelende leidinggevende was. Ja, mensen bleven dus niet voor hun plezier onder Albert Einstein werken. Misschien dat ze dat iets hadden van, nou ja, we zijn lekker bezig met z'n allen en ik heb leuke collega's. En uh, nou, misschien komt het hele werkje wel rond. En, uh, dus ik blijf maar voor die eikel Albert Einstein werken. Ja, dat je dat even weet. Ik, ik heb niet zo'n hoge pet op van die. Uh, Duitser. Dat heeft niks te maken met het, dat het een Duitser is. of dat hij van Joodse afkomst is. Dat, dat slaat het helemaal nergens op. Wat hij zijn vrouw uh, Mileva, Ma uh, Dietsch, Ma heeft aangedaan. vind ik ook niet fris. Weer schandalig. Dus zo ga je niet met mensen om. Maar goed, uh, de methode. dat was dus theoretische natuurkunde. dus geen experimenten. Alleen maar wiskunde. En axioma's natuurlijk. En de, de uitdaging was dus om het axioma van Newton weg te laten. En Newton zegt dat uh, twee gewichten... hebben een aantrekkingskracht op elkaar. Dus de ene gewicht trekt aan het andere... en het andere gewicht trekt aan het ene. Ze trekken aan elkaar. De wet van de aantrekkingskracht... En hij heeft daar dan een constante bij gepostuleerd en gezegd: nou, die constante is zo en zo groot. En die aantrekkingskracht die neemt af met het kwadraat van de afstand tussen de twee gewichten. Dus als de twee gewichten op één meter afstand hebben een aantrekkingskracht van x, dan op twee keer zo grote afstand hebben ze een aantrekkingskracht van een, niet een half x, maar een kwart x. Ja, en dan dat niet meenemen als axioma en dan toch komen tot een, een soort zijnsmodel van, van spul en materie. Dat was de, de ding van de theoretische natuurkunde achter de algemene relativiteitstheorie. Nou, maar ook dat moet allemaal heel nauwkeurig uh, met, met voorschriften. Dat is de wetenschap. Nou, je, je kan niet zomaar opschrijven E is MC kwadraten en zeggen nou dat is waar. En is Dan vraag je je ja, maar hoezo? Dan nou, zeg je, nou, dat vind ik gewoon. Ik vind het ook echt heel leuk staan hoor. Een E en dan is, ik vind het mooi. En, en dan M en dan C met een klein tweetje. Ja, iedereen snapt dat dat waar is. Nee, dat kan niet zomaar. Er zit een hele afleiding achter. Daar is, is jaren aan gewerkt. En Albert Einstein heeft dat niet in zijn eentje kunnen bolwerken. Absoluut niet. Dat was heel veel werk. Nou, daarmee heeft de wetenschap dus een domein waarbinnen ze opereert. En binnen dat domein, dat heeft Immanuel Kant ook netjes verklaard, binnen dat domein kan je het bestaan van God of eigenschappen van God niet, uh, helemaal niks. Zilch, nada. Dit is het einde van de 18e eeuw. En wat je dan zou verwachten... Is dat als dat aan het einde van de 18e eeuw zo duidelijk gesteld wordt dat de wetenschap op het gebied van, van God helemaal geen zeggenschap heeft? En dat er dus geen kennis is in die zin van God, door ik ga een experiment doen en dan weet ik iets van God. Nee, hey. dat kan helemaal niet. Dus. En iets wat niet kan, dan moet zo'n atheist als de Francis Capelle ook niet van zeggen. Nou ja, de wetenschap heeft helemaal niks aan bewijs opgeleverd over God. Nee, Francis van Capelle moet zeggen. Met kant weten we. dat de wetenschap geen uitspraak kan doen over eigenschappen van God. Dat weten we. En daarmee heeft Kant ruimte gemaakt voor het geloof. Kant heeft heel duidelijk gezegd dat het onderscheid tussen tijd en ruimte, dat Francis van Capelle dan ook zo'n ding mee. Van ja, ze plaatsen God in een soort metafysisch rijk. En dan wijst hij ergens naar heel ver weg. Hè, van, uh, dat is dan ergens heel ver weg. Uh, nee. Hij moet kant gaan begrijpen. Het onderscheid tussen tijd en ruimte... Voor, dat moet Francis Capelle gewoon beamen... dat hij onderscheid maakt tussen tijd en ruimte. Ja, dat onderscheid dat zit in meneer Francis Capelle. Dat, daar zit je op de kern van de wet van oorzaak en gevolg. Maar waarom is er tijd en ruimte... Nou, dat komt omdat we waarnemen. Als we niet zouden waarnemen, is er helemaal geen onderscheid tussen tijd en ruimte. Want dan ben je bij het ding op zichzelf. Dan ben je bij, wat ik dan zeg, de God van de Bijbel. Want wat kant op hint met zijn ding aan zichzelf. daar staan hele kleurrijke, bloemrijke verhalen over. in het boekwerk, bibliotheek, verzameling, wat wij noemen de Bijbel. En dan brengt Francis Capelle dan tegen van ja, maar de Hindoestanen hebben ook een boek. Ja, dat weet ik wel. Dat zijn de Vedas, die weet ik wel. Daar hebben ze nog aan doorgepent tot in de 14e eeuw. Dat weet ik heus wel. En wat is dat waard? Is dat beter dan de Bijbel? En de vraag is maar of het ouder is dan de Bijbel. Want dat zeggen heel veel mensen ook nog een keer... dat de Bijbel niet een van de oudste boeken is... maar dat de boeken zijn die een stuk ouder zijn. En, nou, op wiki kan ik dat niet echt vinden. De Bijbel vertelt toch van Babylon en ja, de tijden van Babylon... Met Nimrod en zo. Ah, dat is al een tijd geleden, hoor. Erg oud. Ik heb dit nu niet voorbereid. Want kan ik kan het nog een keertje Dan ga het een andere keer misschien over gaan hebben. Het over hoe oud de Bijbel nu precies is. Maar de Bijbel is oud, hoor. En het. En dat. Dat, dat godswezen, die, die oorzaak van het universum, de oorzaak van jou ook en de oorzaak van mij ook, de oorzaak van alles. Hè? Ja, daar is de mens al heel lang mee bezig. En de Bijbel zegt dat het ertoe doet of wij ons houden aan een aantal wetten. Het Oude Testament wordt ook wel genoemd de wet en de profeten. Ja, maar er zijn ook wetten in uh, waarvan uh, ik denk: nou, dat is helemaal niks. Daar heb je gelijk in. Dus er zijn een aantal wetten in het Oude Testament die uh, gezien worden als temporele wetten. Die geen enkel ander doel hadden dan dat de mensen die zich aan die wetten hielden zichzelf onderscheiden van andere mensen die zich niet aan die wetten hielden. Dat is een soort uiterlijkheidswetten. Maar het ging altijd om die innerlijke wetten. Die innerlijke wetten moet je hier aan houden. En die uiterlijke wetten, dat werd dan gedaan als een soort van saamhorigheidskwekerij. Als we nou allemaal dit doen, dat is toch leuk? En dan vormen we een soort uiterlijke, openlijk herkenbare club. En de wetten van Mozes, de tien geboden, die staan. En zo zijn er nog wel wat meer wetten die staan als een huis. En de Bijbel zegt dat die Schepper, die oorzaak van het universum, dat die zich van dag tot dag, van seconde tot seconde uh, bezig houdt met ons, en dat hij ook Satan stuurt, ook nog een keer. Dus ja, die, die schepper van het universum is niet nogal wat van plan. Het is hem een hele serieuze zaak. En de vraag is dan, de mensen dan hebben van, uh, ja, geeft hij wel om ons? Nou, het antwoord volgens de Bijbel is dat voor zover jij je niet houdt aan zijn wetten, uh, geeft hij geen zieke pit om jou. Sterker nog, hij, hij, hij gruwelt van je. Dat is wat de Bijbel zegt. En het Nieuwe Testament gooit er nog een schepje bovenop door te stellen dat degenen die een, een leven hebben geleid wat God een gruwel is, dat die zullen belanden in de hel. En ook daar beginnen zich de tekenen van af te tekenen, zeg zegt dat. Nou, de tekenen worden er zichtbaar van vanuit de onderzoekshoek. Dat die hel er wel eens kon zijn. Het is maar wat. Ja, begrijp goed dat de God van de Bijbel, dat het tot aan 1781 uh, was het bestaan daarvan. Dan moet je het bestaan even tussen de aanhalingstijken zien. Maar het feit dat je rekening moet houden met zoiets, laat ik het dan zomaar zeggen, het feit dat je rekening moet houden met zoiets als God, dat was tot aan 1781 puur een kwestie van geloof. Maar met de komst van het boek, de kritiek van de zuivere reden, is dat niet langer een kwestie van geloof, is het een kwestie van weten. Het is een kwestie van weten. Om te weten dat je niet alles kan weten. En dat je wel moet aannemen, CQ geloven. Je hebt geen keus. Dat is een kwestie van weten. En had de mens zich ontwikkeld. dan waren wij nu veel verder geweest. Maar dat heeft niet plaatsgevonden. In de 18e eeuw had je die dolgedraaide malloot. Die Charles Darwin. En zijn oom die had een boek geschreven. En Charles Darwin heeft dan gedaan alsof hij het geschreven heeft. En Charles Darwin is dan een paar jaar op een bootreis geweest naar de Galapagos-eilanden. Daar heeft hij gekeken naar vogeltjes. En wij vielen van onze stoel van verbazing. Albert Einstein was een flapdrol, maar Charles Darwin... Ja, dat is, dat is onbeschrijfelijk, vind ik dat. Ook dat we daar achteraan lopen. Dat degeneratie, is dat. Ja, dat... Dat Charles Darwin 70 jaar na de kritiek, na het verschijnen van de kritiek, de ruine vernoemd, komt Darwin met zijn boek The Origin of Species. Alsof er helemaal geen Immanuel Kant geweest is. Alsof er helemaal geen Arthur Schopenhauer geweest is. Dan komt hij met een belachelijke verhaal dat het allemaal toevallig is. Gewoon bogo soort. Ja, oh, kijk, je hebt dus uh, jo, kijk, die tweede hoofdwet van de thermodynamica. Hè? Dat is uh, echt onzin hoor. Oh, Charles Darwin ben ik hè? Ja, kijk, uh, Ik zelf heb niks geschreven hoor, dat was mijn oom. Maar uh, dan nog, hè, hij hey, was in de familie. Hè? Ja, haha, ik ben wel even een nee van hem. Hè. Dus uh, maakt het niet uit. En mijn uh, nou, uh, oom heeft ook gezegd: Jongen, zet het maar on lekker onder jouw naam, want uh, jij met die jongere generatie. En dan lopen we dan achteraan. We zijn totaal gedegenereerd, man. Het heeft geen waarde, snap je? Dat kan niet. En dan die man in Amerika. Voor zijn hele zaal van mensen. Ik heb hem daar nou niet uh, kunnen bespreken. Why we believe in God. fout ook nog. Nee, wij doen helemaal niet aan geloven in goden. Een erge leugenaar. Ik denk dat die betaald wordt door de Jezuïeten. Kijk, dan komen we toch weer lekker terug op de wereld en haar oorlogen. En oorzaak en gevolg. <laughs> wij laten ons voor de gek houden door de Jezuïeten. En de Jezuïeten, die zetten de meest. Domme mensen op een podium, de meest gedegenereerde mensen, zetten ze op een podium. En die kreven die ze dan titels als dokter en professor. Zoals professor dokter Bert Vermeersen, die Nederlander. Die dan een hele zaal uh, het beeld voorhoudt dat de zeespiegel stijgt met 80 meter. En dan gaat fantaseren over wat dat in gaat houden voor Nederland. Ja, dan wonen wij dus 70 meter onder de zeespiegel of zo. Behalve in de Alexanderpolder, daar uh, gaan ze dan 90 meter onder de zeespiegel wonen. En dokter Bert Vermeersen, die gaat dan. En ik weet hoe het allemaal komt. Nee, dat weet hij helemaal niet. Dokter Bert Vermeersen is een leugenaar. Net als Andy Thompson. Net als Richard Darkins. En dan uh, Francis Kapelle, uh, ja, die. Nou, die heeft dan bij mij dan nog zoiets dat ik denk, nou ja, hij weet het gewoon niet. Hij weet niet van de thermodynamica. Hij, 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 hij denkt dat ordo op chaos. Dat dat, dat dat nu een keer zo is, dat uit chaos komt orde. Er komt vanzelf orde uit. Nou, hij mag op mij reageren natuurlijk, hè. Ik ben. Uh, ja, ik ga de discussie niet uit de weg. Maar ik kan zeggen: ik heb toch gelijk. Dus ik heb het gelijk aan mijn kant. Want de tweede hoofdwet van de thermodynamica die staat. Dus we weten dat als je kijkt naar het universum en je ziet die ordening... dan weet je dat er een derde factor is. En nee, het universum is niet tot stand gekomen door BOGO-soort. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Met andere woorden, het universum is niet toevallig. Het universum is bijzonder. En het leven heeft daarmee een doel. Want daar ben ik nog niet eens aan toegekomen. Dat ga ik ook nog even doen. De oorzaak van het leven. Waar we het daarover gaan hebben. Maar dat doe ik de volgende keer. Het is maar wat, over oorzaak en gevolg. Oorzaak en gevolg is de wet. Het is die wet die jij moet begrijpen in zijn totaliteit. En je moet begrijpen dat die wet nog nooit bewezen is. Iedereen neemt hem aan... Ga jij er maar eens over nadenken, want hoe het nou kan dat de wet van oorzaak en gevolg, die wordt door iedereen aangenomen, en dat de mensen die die wet in twijfel trekken, die belanden allemaal in geestelijke ziekenhuizen, die zijn gek, hè? Dus je, je moet die wet aannemen, maar niemand heeft hem bewezen. Gek, hè? Niemand heeft hem geprobeerd te falsifieren. Gek, hè? Of is dat laatste niet zo? Of is het... Ja, maar hoe zit dat daarmee? Nou mee? Uh... Zoals uh, ze zoals we wel zeggen, er is meer tussen hemel en aarde. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie, tjus! En dag, lieve kinderen van God.